wat aan Anouk voor een leuk beetje hebben gaan. Anouk, ja, wat leuk voor mijn moeder. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Hey mensen. Hi. Nou, leuk om te kijken naar deze nieuwe video. Wij gaan vandaag namelijk een leuke winkels bezoeken. Speciale winkels. Die zijn allemaal allebei pas geopend. Ja. We hebben namelijk allebei de Google Maps al aanstaan. Nee, ik. Ja, bedoelen wij dat wij de Google Maps aan hebben staan. Ja, maar niet allebei. Ja, dat maakt niet uit. Maar we gaan namelijk snel naar die winkel en we zijn ook bij een speciale straat. We zijn naar momenteel bij de Springweg, maar die is afgesloten. Die was aan Anouk bij de springen. Nu onderweg zijn, zien we ook de Domtoren. Heeft Anouk ooit beklommen? Ja. Alleen nu zit hij helemaal in de stijgers. Ja, maar dat was bij mij ook. Ah, oké. Okay. Maar wel mooi. Hier gaan we kijken, Gionnt op. Maar de eerste winkel. Ja mensen, je kunt het namelijk al wel zien. Hier achter mij zit namelijk een bijzondere Lego bloemenwinkel. En dat is namelijk ook heel erg bijzonder. Kijk maar. Dan zie je al een klein beetje van die bloemetjes. Maar we gaan nu echt gewoon binnen bekijken. Kijk, deze plant die heb ik zelf ook. Maar kan van eenvoudiger of zo. Dit zijn er dan 2 of 3 door elkaar. Ja. Hey, zo mooi, ja. Ja, deze, dat lijkt mij namelijk heel erg leuk. Maar je weet echt niks mag er open. Nee, je mag niks open? Omdat je hebt mij naar je aangemeld. Ja, over een maand pas. Ja, maar... Kijk jongens, dit ziet er wel heel bijzonder uit. Ja, maar nu gaat het daarvan. Kijk, dit ziet er wel heel bijzonder uit, hè? Gewoon allerlei bloemen allemaal door elkaar heen. Het ziet er echt heel mooi uit. Kijk hoe mooi dit is. Toch mooi? Kijk, heel mooi heen. Ja, heel mooi. Ja. Kijk dan. Kijk, hier zat ik niet op de bank. En dat ziet er heel mooi uit. Kan je gewoon de dingen ook zien? Heel mooi. Kijk, dit zijn de bloemetjes van allemaal enkel. Nou kijk, deze bloemetjes, deze heb ik namelijk. En daar heb ik ook een uitgebreid video van gemaakt. Boy, ja, deze ziet er echt heel leuk uit. Kijk, de achter ziet ook nog. Kijk, dit ziet er wel mooi uit. Oh ja, toen kan je. Kijk of je een lekker kan vinden bij je Ja. 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 Ja.
Het is op zich wel een klein winkeltje. Waar we net geweest zijn. Op zich een klein winkeltje. Ja, maar wel leuk, toch? Maar het is echt wel heel erg mooi. Echt wel alleen maar bloemen van Lego. Is echt wel mooi, hè? En ook? Jazeker. Maar ik weet ook wel dat jij dat leuk vindt. Ja, maar ik heb helaas niks mogen kopen, omdat ik dan volgende maand op 5 juni jarig ben. En nou, voor degenen die het willen, bij Fortnite bijvoorbeeld, mogen jullie allemaal mij gaan giften met de skin of Youngers. En we gaan nu naar de Hoogkathedraal in Utrecht. En wij gaan nu het Hoogkathedraal naar binnen. Hey! Hey! Je staat eentje hoger! Ja, lekker hè? Waarom? Toch leuk? Nee. En ondertussen jij naar boven aan het gaan. Waarom? Zou ik ook naar jou komen gaan? Kijk, en daar gaan we dus naar binnen. Goed, dan kijken we jij bij de HEMA. Kruidvat, Albert Heijn en alle winkeltjes. Kijk, hier rond een winkelstraatje. Gewoon met supermarkten en kleine winkeltjes, weet je. Het is op zich wel leuk. Alleen, waarom hier allemaal hekken staan, die vragen me eigenlijk al. Want die komt dan hier uit, alleen je kunt er niet uit. Maar wat hier dan is, ja, dat weet ik ook niet met de tegels. Dan kijk, hier is een drempel. Hier ook allemaal tegels. Allemaal met die hekken. Hier ook allemaal hekken. En het heeft dus met de tegels te maken. Dat is tegels van jongen. Maar ja, maar wij gaan hier ook wat jongens bekijken. Ja jongens, we zijn namelijk nu bij de Lego winkel. Ik denk dat jullie het kunnen zien. Kijk, Lego. Het is een totaal andere winkel dan de bloemenwinkel. Kijk, ik zie je hier al het eerste ding zien. We gaan naar binnen. Het lijkt wel halve China hier. Een piramide. Ziet er wel uit. Oh wow, zo'n trein hier. Mooie kant. Nummer 1 wagen. Ja. Nee, dat is een dragon. Oh, wow. Van Disney. Ik kom van Disney, jongens. En ook zelf wat leuk voor mijn moeder. Hey, maar, dat weet je. En wij gaan het gewoon dragen. Ja, dat is Ja, Charles, deze wil Bart heel graag hebben, maar ja. Jij hebt hem heel erg gehoord. Heel mooi. Deze kan ik in de kiezen. De Titanic boot ziet er heel mooi uit. Deze lijkt heel erg aan elkaar gebonden hier. En meer.
gedaan, weet ik. Maar ik moet deze nog hebben. Kijk, Dickie van Harry Potter, een compleet kasteel. Ziet er wel mooi uit. En zo ziet het er een klein beetje uit. Kijk jongens, we hebben zo'n sleutel aan het. Allemaal, kijk van Sonic. Kijk van Star Wars. Ik zag het nog ook al hier in de groen. Goofy, Mickey Mouse, Minnie Mouse. Dit van Harry Potter. Het ziet er heel leuk uit. Heel leuk. Chelsea, kijk man. Heel grappig eigenlijk. Ja jongens, heb je echt een leuke winkel hoor. Hé Noek? Ja. Ik zei net al dat ik niks mocht kopen. Nee. Alleen we hebben niet helemaal goed bekeken, of wel? Jawel. Ja, van buiten de buitenkant, maar van binnenin. Jawel. Heb ik niet helemaal naar gekeken, want het zijn toch allemaal dozen. En het zag er wel leuk uit, alleen ook weer niet mega groot. Net als de andere winkel. Toch? Kijk jongens, hier beneden zijn ze een voetbaltraining aan het doen of zo. Of een voetballer, zeg maar. Die hebben daar echt nooit gezien. En wij gaan nu ook gezellig met z'n tweetjes even uit eten. Om de video af te sluiten, hè? Ja, maar eerst gaan we dan even het ijs halen en dan gaan we lunchen. Ja. Zo jongens, we zitten nu hier bij de McDonald's. Kijk maar, met een ijsje. Milkshake, aardbei. Moet ik ook een ijsje. Ja. Met frisbee voor Anouk. Dus gaan we even vlug dit even lekker opsnikkelen. En zo straks gaan we ook ergens anders goed uit eten. Hè. Gaan we echt uitgebreid eten, ja. Ja, maar wij hadden hem gewoon niet meer. Oh, zeg maar gewoon zin. Ik heb een ijsje. Geen zin in ijs of wel? Jawel. Ja, dan leuk hè? Lekker. Ondertussen voelen wij tik. Oh, mensen in de kano die aan kano zijn. Ziet er leuk uit. Goed jongens, we zitten hier in de tuin van de winkel van Ginkel. Kijk maar. De winkel van Ginkel, Malika natuurlijk. Kijk, de winkel van Ginkel. Dus ja, wat wel leuk. Even kijken, ik heb ook ergens bier staan. Weet alleen niet hier, weet niet waar bier is. Maar dat is eten. Ah ja, niet eten. Maar goed, dan gaan we zo meteen even wat we gaan eten. We hebben al vorig bestek gekregen. En ook jij denkt dat dit de winkel van Ginkel in het echt is, hè? Dus ja. Kijk jongens. Kijk jongens, dit namelijk de pannenkoek, pancakes. Zijn er vier pannenkoeken op elkaar. Met poedersuiker, aardbeien, cookies en kersen en chocolade. Poedersuiker. En een hoekje met een ander broodje. Ja, hier. Ja. Ja, ik wil hem kunnen zeggen. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik wil hem ook hier afsluiten. Vergeet niet te liken, te abonneren en belletje te zetten. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Kijk jongens. Kijk jongens, dit namelijk de pannenkoek, pancakes. Zijn er vier pannenkoeken op elkaar. Met poedersuiker, aardbeien, cookies en kersen en chocolade.
poeksuiker. En een hoekje heb je met de andere broodje. Ja, hier. Ja. Ja, ik wil hem kunnen zeggen. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik wil hem ook hier afsluiten. Vergeet niet te liken, te abonneren en belletje te zetten. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei!